Bij het intelpunt zelf, waar iedereen terecht kan aan vragen, zowel ouders, transpersonen zelf, werkgevers, scholen enzovoort, hebben ongeveer op jaarbasis toch wel tussen de 1000 en de 1500 unieke hulpvragers. Dus dat wil zeggen mensen die informatie nodig hebben, die voor het eerst komen vertellen hoe ze zich voelen en die eigenlijk komen polsen, wat kan ik daarmee, waar kan ik terecht. Als ik in de spiegel kijk, dan zie ik mezelf als een man, maar het feit dat mijn borsten aanhangen is zoiets van ik wil het eraf trekken, ik wil het eraf scheuren, het is echt genoeg geweest voor mij nu. Wel, wij merken toch wel dat de mensen die de stap durven zetten steeds groter wordt, maar wat we vooral, waar we vooral heel erg blij mee zijn, is dat ze vooral steeds jonger worden. De leeftijd waarop de meeste mensen zich bewust worden van dit ben ik en zo is mijn verhaal, zo zit ik in elkaar, is altijd zo 11, 12 jaar. Wat dat vanuit de ontwikkelingspsychologie ook heel logisch is. Alleen was de leeftijd waarop mensen ermee naar buiten durfden komen altijd eerder 30 à 40 jaar. Dus dat was een hele grote periode dat mensen in de kast zaten en niets met deze gevoelens durfden doen of konden doen. En we zijn heel blij om te merken dat vooral in de jongere generatie, jonge mensen, eigenlijk niet meer zo lang wachten en op jonge leeftijd al naar buiten durven komen en zichzelf kunnen ontdekken en zijn wie dat ze zijn. Ja, toch wil ik al mijn B-boil geven om al te vieren dat ik mag zijn wie ik ben. Dat ik gewoon al Sanne ben, ongeacht of ik nu medische dingen ondergaan heb of niet.